Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent. En ik begin even met mijn excuses. Mijn excuses, waarom mijn excuses? Omdat ik erachter ben gekomen dat met meer dan 2 jaar reviews en ongeveer 400 reviews op het moment, er iets miste op mijn kanaal. Een Bronkhorst Barrel Aged. Het spijt me. Het is onvergeeflijk, ik snap het. Maar ik ga deze fout nu herstellen. We hebben het hier namelijk nu over de Bronkhorst Midnight Porter. Bronkhorst Craft Brewed Ale. De nummer 22 in de Barrel Age serie. De Midnight Porter. Op Heaven Hill Bourbon vaten. Ik heb de Midnight Porter ooit een keer op Lefroy vaten gehad. En dat was echt een geniaal bier. Dat is echt... Ik en Lefroy vaten... Je kan me er alles in gooien en je gaat het lekker vinden. Dat geef ik meteen toe. Kan je geen fout meer maken, wat mij betreft. Maar dat komt omdat ik echt een Lefroy fanboy ben. Dus ook ja, met een barrel age zit het eigenlijk altijd meteen wel goed. Er viel mij iets grappigs op toen ik dit aan het kijken was. Aan de ingrediënten. Dit heb ik nooit geweten. En misschien dat ik er vroeger overheen gelezen heb. Misschien dat dit nieuw is. Als je hier iets van af weet, gooi het eens in de comments. Want ik ben nieuwsgierig. Ingrediënten. Water, mouter, water, mout, hop, gist. Bevat lactose. Heeft de Midnight Porter altijd al lactose gehad? Of ben ik nog helemaal in de war? Ik kan het me zo even niet heugen. Maar goed, het valt me ineens op. Vond ik gewoon wel grappig. After two powerful peaty barrel aged versions of our Midnight Porter, the number 4 Bowmore and the number 15 Lefroy, we decided to release a third, less powerful version. Maar less powerful tussen aanhalingstekens. Midnight Porter Barrel Aged Heaven Hill Bourbon. This Barrel Aged Imperial Stout is a firm base of roast and chocolate malts and has less pronounced peatiness than the former Barrel Aged version. The result is a subtle background taste of roasted coconut, mocha and coffee, enhanced by a generous selection of Asian and South American Highland peppers. In spite of the relatively short contact time, these amazing Heaven Hill Bourbon barrels have delivered an even more complex version of our Midnight Porter, adding extra bursts of vanilla and bourbon to the nose and palate. 5 maanden barrel aged. Kijk, je ziet wel eens dingen langskomen over het heeft wel meer dan een jaar in het vat gezeten. Dat hoeft niet altijd een positief ding te zijn. Afhankelijk van de kracht van het vat en wat voor bier je erin gooit, kan het zijn dat het bier na 5 maanden al perfect is. Het vat moet een compliment zijn. Het vat moet tegen het bier zeggen, hi, hallo, hier zijn we. Leuk hè, dit. In plaats van dat het vat zegt, hi bier, bam, daar heeft niemand wat aan. Sommige van die meer dan een jaar barrel aged bieren, dan denk je, ja, is een mooie bourbon. Welk bier? 5 maanden. Het kan meer dan genoeg zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hashtag proper glassware. Altijd goed. Tegen de tijd dat deze review online komt, kun je trouwens terugkijken op mijn pagina. Op mijn YouTube kanaal vind je een bierpraat met Bronkhorsten. Als het goed is. Ik zeg dat nu, want de bierpraat gaat vanavond plaatsvinden. Daarom ben ik me vast een beetje aan het... acclimatiseren met een Bronkhorstenbier. Maar de bierpraat gaat vanavond plaatsvinden. Maar ja, voor hetzelfde geld gaat er iets falikant mis. Is er geen bierpraat, zeg ik dit nu in deze video die over een week of twee uit gaat komen. En dat ik dan falikant voor pal sta. Ja. Oeh, sisje. Bronkhorster. Ik ben gek op Bronkhorster. Het is echt een van mijn favoriete Nederlandse brouwerijen. En zo'n mooie barrel aged gaat er dan ook zeker wel in nu. Het bier is... Nou, als je onderin hier kijkt, ja, ik kan er echt wel doorheen kijken. En is het super donkerbruin. Het is een porter, mind you, als het goed is. Staat er toch duidelijk. Nou, dat vind ik wel grappig. Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Midnight Porter, maar het is een Imperial Stout. Porter, laten we dat even duidelijk hebben. Het is een Imperial Stout. Maar goed, die zijn natuurlijk nooit echt 100% gitzwart. Ze zijn altijd super donkerbruin. En als er dan het licht er niet goed doorkomt, lijkt hij heel erg zwart. Maar met dit glas, ja, jullie zullen het waarschijnlijk net niet goed kunnen zien. Zie je die donkerbruine randjes een beetje? Ja, nou ja, ik hoop het. Met een kleine mokkerkleurige schuimkraag erop. Het ziet eruit gewoon als een stout, als een Imperial Stout. Gaan ze even kijken wat hij doet in de neus. Ja. Een van de dingen die ik in Bourbon County Brandy Stout zo mooi, Bourbon County Brand Stout zo mooi vind, is dat je die char, dat branden van het vat. Ik heb het ooit mee mogen maken tijdens een reisje naar Schotland, om mee te maken hoe het is wanneer die vaten gebrand worden. Komt er een vlam in en
Het hout wordt opgefrist op die manier. Er wordt een laagje vanaf gefikt. Wordt weer opnieuw geblakerd daardoor. En dan komen al die geuren van het hout en de bourbon komen allemaal heel mooi naar voren. Maar ook dat gebranden van het hout, het charring, dat roosteren. Die krijg je heel mooi door. En dan krijg je van een soort van roasted marshmallow, vanille, okie. Echt geniaal. Dat is het eerste wat ik hier ruik. Gewoon bam. Keihard die char van dat vat. Dan komt er een hele mooie zweem vanille naar voren. Samen in combinatie met die diepe, donkere, geroosterde mouten. Een hele flinke hit aan. Hele mooie, romige, pure chocolade. Denk dan aan dat zoete, pure chocolade. Voor mij is chocolade pas pure chocolade als het 70% of meer is. Maar ja, je standaard chocolade, waar puur op staat van een supermarktreep, eigen merk, is vaak 50%. En heeft nog wat romigheid, een beetje meer zoete. Weet je dat. Maar dan wel van een goede kwaliteit. Het doet me echt, het is op alle positieve manieren, doet dit me echt denken aan Bourbon County Brown Stout. Dat is gewoon echt een ding. Want je kan zeggen wat je wilt over Goose Island en AB InBev en de hele meuk erbij. Maar BCBS is gewoon een fucking mooi bier. En dit is als ik dit doet me meteen, ik zie me nog, Remy, als je dit kijkt, weet je nog, eind november, afgelopen jaar, afgelopen 2019, eind november, hoe we daar zaten in Amsterdam. En dan dat we de 2019 van die BCBS. Het is echt zo'n identieke neus van zo'n hoogkwaliteit Imperial Stout. Er zit een soort van scherp peperig randje aan. Een beetje een soort van lichte chili. Er stond iets op hier inderdaad over Asian en South American Highland Peppers. Ja, wat dat precies voor peppers zijn. Maar er zit een soort van peperig chili randje aan. Spicy herbal. Een beetje droppig. Ja, echt een hele mooie balans tussen een fantastische base imperial stout en het vat. Ik moet hem echt even gaan proeven. Iedereen, proost. Oh, waar de neus nog best wel wat meer naar de bourbon neigt. En die zal straks, als die een beetje aan het ademen is, zal die wel wat minder worden. Boozy randje. Een scherpe boozy randje op een leuke manier. 13% trouwens deze. Komt hier veel meer gewoon de stout zelf naar voren. Het bier. Chocolade, geroosterde mouten. Hinten van koffie. Droppig. Iets een beetje van gebrande suikers. Karamellig. Vanille. Met daaronder dan weer dat bourbonrandje. Absoluut wel dat bourbonrandje hoor. Het zou me niks verbazen als dit een beetje een nat vat geweest is. Ik zou het even moeten kijken. 13% aan alcohol. Ik weet niet wat de oorspronkelijke Midnight Porter aan alcoholpercentage had. Absoluut ook een intense hit van wat rood fruit. Een beetje dat soort van sham, bosvruchten sham-achtig. Intens zoet rood fruit. En ook absoluut in de smaak komt dat char wat ik net over het had in het begin, dat gebranden van dat vat naar voren. Met ook een hele mooie subtiele tabak leerachtige noot. Niet heel overdreven, ik ken bieren waar dat veel intens naar voren komt, maar dat licht tabak leer. Oh. Wat een magnifiek mooi bier. Het is nu net 3:30 geweest. Op een zaterdagmiddag vanavond. Dus Bronkhorster in de livestream. Ik heb er nou zin in. Ik vind dit gewoon magnifiek. En ik vind gewoon echt Bronkhorster. Ze maken zulke leuke bieren. En ik drink ze gewoon eigenlijk veel te weinig. Oh. Een subtiele hint van een soort van kaneel, vanille, tonka-achtig iets. Er zit geen van drieën in als een adjunct. En toch heeft dat iets, dat spice, dat kruidige, specerijen. Niet zozeer een kruiden
heb ik wel eens vaker gezegd, hè, specerijen, dat zijn dingen als je kardemom en je kaneel en gedroogde koriander, gedroogde komijn, dat soort dingen. Kruiden, dat zijn dus de groene blaadjes, als in een munt, koriander als in het blad, dat soort spul, tijm, oregano. Hij heeft iets kruidigs, hij heeft een mooi specerijrandje. Ga ik zelf de fout nog in. Oh shit, volgens mij ben ik al meer... Ja, ik ben al meer dan 10 minuten aan het kletsen. Ik weet dat ik moet afnokken. Tussen de 4,25 en de 4,5. Gewoon echt een geniaal mooie Imperial Stout. Heel erg lekker. Blij dat ik deze toch nog even gekocht heb. Ik heb ze niet allemaal gehad in de... Barrel Age serie. Dat is op zich wel jammer. Maar deze ga ik toch nog echt even heel erg van genieten. En dat was hem eigenlijk wel voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingbox. Links naar al mijn social media. Instagram, Untapped, Facebook. Zie je bieren die ik niet review. Wel het een en ander over te zeggen heb. En god, wat heb ik altijd ook zoveel te zeggen. Link naar de Dutch Beer Collective. Vind je alle reviews van Remy, Beer Geek Holland en Gerben Dutch Beer Geek. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. Tot dan. Proost.